Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn Minecraft Survival op NoobTubers.nl. Mijn naam is Gruttepier, oftewel Udo. En bij de ondergaande zon kijken we even naar ons huisje zover. Het ziet er al best wel knus en gezellig uit, zo van de buitenkant. Ook binnen wordt het al een stuk leuker. Ik wil deze aflevering een hele goede start gaan maken voor het bouwen van de Mob Spawner Tower. Daarvoor moeten we nog een beetje cobblestone gaan halen. En aangezien het nu donker is, lijkt het me slim om daar gelijk mee aan de slag te gaan. Hoppatee. Ik sluit alles even netjes af. We gaan even de mijn in, want wie weet wat we daar nog meer vinden. En in ieder geval kunnen we daar kabel halen. Dus dat is win-win. Nu weet ik niet of ik genoeg spel heb. Ik heb die nog. Ja. We kunnen nog wel wat ijzer gebruiken, zie ik. En ik zal nu gewoon even een stone pickaxe maken. Hier waren we al bezig geweest. Daar kwam de lava tegen. Ja, we hebben al aardig wat stacks kabbel, maar ik heb berekend dat ik voor de spawner tower ongeveer 15 stacks van spul nodig heb. Het kan zijn dat we niet helemaal van kabbel maken, in ieder geval basis van de toren, dat we daar ook wat hout in verwerken. Een beetje mooi lijkt. Zo, dat is zo'n grote koppel. Nee, dat is ook niet mooi. Dus we gebruiken er ook nog wel wat hout in. Dus we hoeven niet super veel koppel meer. Twee emmertjes zou ook fijn zijn. Ik moet ook wat met water moeten spelen daarbovenin. Het is makkelijk als je twee emmers hebt. Dus wat extra ijzer, wees welkom. Het zou fijn zijn als we nog wat tegenkwamen. In ieder geval ons emmertje. Altijd mee. Ik dacht dat ik aan deze kant in de ravijn kwam of zo. Als ik me niet vergis. Er is in ieder geval iets met lava hier. Het is hier wat donker. Ik ben volgens mij verder dan die andere kant.
Daar kwam ik lava tegen. Dan ga ik er hier net bij langs. Stripmine heeft tot nu toe toch nog aardig wat opgeleverd. Daar hebben we niet over te klagen. We hebben al mooi wat diamonds. Als we de toren klaar hebben, gaan we een nether portal maken. Geschikte lavapoel opzoeken en dan kunnen we het obsidian hakken. Hier had ik de iron pickaxe nog even voor bewaard. Voor dit soort gevalletjes. Zit ik qua level ook wel weer aardig, level 23. Dat is mooi, als we straks wel de enchantment table klaar hebben, dan kunnen we ook gelijk aan de gang. Althans, als we niet doodgaan van tevoren. We gaan even uit van niet. Fakkeltjes even blijven plaatsen, want anders dan komen we hier straks weer beneden en dan staan er een paar creepers op ons te wachten. Tja, zo doen die dat. Zo. Dus dit is eentje verder. Zo gaan we gewoon door. We kunnen in principe onder de hele map door als we willen. En als we dan niks vinden. Ik denk dat ik nu genoeg materiaal heb. Om met de tower te gaan beginnen. Houten hier. Dat is nog wel. Oké, stekje, stekje. Kijk, nou, we moeten in ieder geval een heel eind kunnen komen. We gaan even kijken. Dit kunnen we ook wat gaan gebruiken. Stone bricks pakken we erbij. Pakken sowieso. Ja. Ja, pakken. Hout bij. Ja, kijk, dus we hebben hout. Cobblestone. We gaan nog even de extra emmer maken. Goed plan. Klein nog uit, dan hebben we genoeg van voorlopig.
vandaag. Zo. Redstone staat hierbij, denk ik. Ja. Huppatee. Drie hebben we. Even water in. Zo, nou hebben we twee emmertjes water. Mooi. En ladders. Kijk. Okay. 24 van hebben. Want dan weten we gelijk of we op de goede hoogte zitten. Je moet die de touwen namelijk een bepaalde hoogte geven, anders dan spawnen ze niet. Dan sta je te dichtbij. Als we straks wel een papier nodig hebben, kunnen we dit ook doen. Een keer oogsten. Dat maar. Zo. Dat mag mee, dat mag mee. Nou, we zouden hem hier bouwen. Komt de rand hier, dus als we binnen staan, vallen we precies buiten, buiten de grens. Dus dat moet helemaal goed komen. Dit is waar ze in eerste instantie op gaan vallen. Zo. We willen het ook een beetje mooi maken, dus we gebruiken ook een beetje van dit. Dat ik kan natuurlijk opbouwen door twee zo te doen. Hier even wat hout tussen doen. Zo. Ja, even kijken hoe we dat gaan doen. Die achterkant. De zijkant. Twee hout. Doe nu eerst weer. Ringetje. Met bricks.
2 hout. Niet vergeten de latjes te plaatsen ondertussen. Hup. Hup. Hout. Latertje erop. Zo. Jup, jup, jup. Goed. Zo. Hier weer. Kijk, de ladder is mooi, die kan nu gelijk veilig naar beneden. Als ik spul moet halen. Dat is een voordeel. En ik tel automatisch, want ik had 24 laddertjes mee. Dus als de laddertjes op zijn, dan ben ik automatisch op de goede hoek. Nee, de mobs die spawnen 24 blokjes bij je vandaan, als ik het goed heb. Dus als je hem te laag maakt, dan kun je wachten tot je in ons weegt, maar dan spant er niks. Dus het moet een bepaalde hoogte hebben. En een bepaalde grootte. Maar het is in feite gewoon een hele grote donkere kamer boven. Waar de mobs in spawnen. En via wat waterkanaaltjes worden ze naar het gat geleid. Waar ze naar dit gat en dan vallen ze naar beneden. En that's it. Ingewikkelder wordt het niet. Helemaal net omdat ik meegenomen heb. Want ik had eigenlijk wel wat meer op kabel gerekend. Ja, dit staat zo mooi. Ik wil het eigenlijk ook een beetje. Moet ook wel een beetje mooi lijken. Laatste houtblokje. Oké. Zullen we eerst even naar beneden moeten? Okay. Kijken. Dat lijkt. Ja, dat lijkt. Het oog wil ook wat, althans die van mij. Hout. Kan ik nog één laagje maken en dan maken we de rest daarbovenin wel met kobbel. Of we gaan nog even. Smelten. Kunnen we eventueel nog meer maken? Het wordt donker. Laten we even. Dat is het makkelijkst.
En het veiligst in ieder geval. Zo. Dan houden we het eerst heel simpel. Ze vallen naar beneden. Ze vallen dood. En ze laten de droppings liggen. En dat kunnen we pakken. Dat is de meest simpele. We kunnen het iets ingewikkelder maken. Waarbij ze vallen. Waarbij de items naar beneden vallen. Waar we dan eventueel straks een soort hoppersysteem kunnen maken. De nieuwe update. Dat is een mogelijkheid. We kunnen er nog een mogelijkheid in bouwen dat ze niet doodvallen, maar dat we ze zelf dood moeten maken. En dan kunnen we de XP er ook nog van krijgen. Dat is ook nog weer een mogelijkheid. Goed, nou, we zitten nu op de goede hoogte, want mijn laddertjes zijn op. Ik denk dat we dit... Dat we vanaf hier uitbouwen. Koolstroom. Hier komt dan straks het water overheen. Vallen ze. Oké, okay, dat is 1, 2, 3, 4. Stroomt 8 blokjes. Dan wordt dit de muur. En dan wordt dat de vloer. Zo. Het is een vrij traag proces. Ja. Het is a long way down, om het zo even te noemen. We gaan nog één keer tellen. 1, 2, 3. 8, ja. Heel goed. Dat ook hier doen. Ja. 8, en laten we nu open, want hier zit de ladder. Oh, wel leuk, je ziet nu het eilandje daar. Kun je nu zien vanaf hier. Dit stukje 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Helemaal goed. Als je ziet, we bouwen dan naar alle vier de richtingen uit. En maken we dit vierkantje straks af en dat vullen we dan in. Dat is dan de vloer. 2.
Helemaal goed. Oké. Nou, we hebben dus nu 9 stukjes uitgebouwd, 9 blokjes uitgebouwd. En nu gaan we hier langs aansluiting maken. Met daar. Nou, dit gaan we dan helemaal opvullen. Dan hebben we dan de vloer. Kijk hoe we met de tijd zitten. Een pootje onderweg. Maak dit nog even, af. Dan zullen we eerst even zullen we deze aflevering maar even afsluiten. Zo. Het is misschien veilig. Dit eventjes dicht te zetten. Dat we niet per ongeluk naar beneden vallen. Zo. Zullen we even van onder bekijken. Kijk eens. Nou, dat hele platform wordt zo straks een grote donkere kamer. Waarin de mobs spawnen. En via de waterkanalen door die kolom naar beneden vallen. Ja, leuk. Nou, we gaan in de volgende aflevering gaan we verder met de toren. Het wordt nu, anders wordt het dus een hele lange aflevering. Dat hoeft ook niet. Dus we gaan de volgende keer gaan we mooi weer verder met de toren af te maken. En nou, dan zul je ook zien dat die meestal vrij vlot begint te werken ook. En we hebben hem nu dus wel in de meest simpele vorm gemaakt. En dus ze vallen hier straks gewoon op dood. En dan kunnen we hier de items die ze erop pakken. Zo simpel is het. We gaan hem later gaan we hem wel mooier maken met redstone misschien. En met, we kunnen er van alles nog wat van maken. Maar we beginnen heel simpel. Ten eerste omdat we nu de XP nog niet echt nodig hebben, want we hebben nog geen enchantment table. Dus echt een XP farm ervan maken vind ik nog niet het belangrijkste. Wat ik wel belangrijk vind, dat zijn de items. Ik wil graag van de spinnen wil ik dus graag de draadjes voor de wol. Want anders heb ik geen mogelijkheid om aan wol te komen. En ik hoop dat de zombies aardappelen en wortels gaan droppen. Zodat ik die in mijn tuintje kan gaan verbouwen. Want ik heb wel een beetje genoeg van het brood de hele tijd. Dus nou, dat de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vindt, abonneer je op ons kanaal voor veel meer filmpjes. Neem in ieder geval eens even een kijkje op ons kanaal. Er zijn genoeg leuke filmpjes te vinden voor iedereen. Van FIFA, Minecraft, tot GTA, noem maar op. Van alles en nog wat. Dus abonneer je op ons kanaal als je het leuk vindt. En laat eens een likeje achter als je deze filmpjes waardeert. Dan inspireert ons dat weer om meer te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.